Hoi, ik ben Martijn van het EI en in deze serie gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen en jeugdprofessionals. Hoe werken zij samen, wat gaat daarin goed en welke dilemma's komen ze hierin tegen? Aan tafel gaan we op zoek naar tips en oplossingen. In deze tweede video gaat het over het volgende dilemma. In hoeverre is het terecht dat de professionals zich zorgen maken over de kwetsbaarheid van ervaringsdeskundigen? En mogen professionals zelf ook kwetsbaar zijn? We gaan kijken wat we er zelf over zeggen. Ik denk dat het niet terecht is. Uh, alhoewel ik me er zelf ook op betrapte uh, dat ik dat eigenlijk ook wel dacht. Maar door toch beter te begrijpen wat doet een ervaringsdeskundige nou wanneer ben je nou ervaringsdeskundige? Uh, dat heeft mij daar toch anders over doen denken. Iemand met een achtergrond is kwetsbaar, maar dat kan een psychische achtergrond zijn, maar ook een medische achtergrond. Terwijl als iemand hersteld is van kanker, dan is er niemand die vraagt... oh, moeten we die wel aannemen, want misschien wordt ze nog een keer ziek. Ja, dat weet je niet, maar dat weet je van mij ook niet. Ik denk dat er zeker nog een stigma is om zelf te vertellen... over uh, je eigen ervaringen in de, in de GGZ. Ik zou het prachtig vinden als een professional reageert... Vanuit eigen emotie en vanuit wat er nou eigenlijk echt van binnen zit, want dat is wanneer je de mens ziet. Bij mij aan tafel zitten ervaringsdeskundigen Sumaya en Robin en jeugdprofessionals Dino en Fatima. Welkom. Robin, jij vindt de zorgen die professionals hebben, vind je niet terecht? Nee, ik vind ze niet terecht. Of in ieder geval, ik vind ze niet zo specifiek horen bij een ervaringsdeskundige. Ik denk dat dat hoort bij Ieder mens met een kwetsbaarheid en van ervaringsdeskundigen uh, is het nou vrij duidelijk dat, dat die kwetsbaarheid aanwezig is. Maar um, dat, eigenlijk kan iedereen een kwetsbaarheid hebben of, of uh, in een kwetsbare situatie zijn opgegroeid of, of dingen hebben meegemaakt die allemaal van invloed kunnen zijn op je latere leven en daarmee je werk. Alleen bij de ervaringsdeskundige is dat een thema die wordt besproken. En waarom Dino, denk jij dat het daar wel besproken wordt? Professionals mogelijk niet? Uh, omdat je zo geschoold wordt. Omdat een ervaringskundige het continu aanraakt... is er een soort van angst van, hé, hey, hoe gaat het dan wel of niet? En kan ik dan nog samenwerken daarmee? Dus ik snap het ergens als mijn collega's zeggen van... ik vind dat spannend. Ja, ik, ik snap dat wel ergens. Als je erin leest, wordt het misschien anders. Maar dat gebeurt meestal niet. En me, jij gaf aan dat het niet terecht was, die zorgen... Nee, nou, ik, dus zoals ik al zei, ik betrapte me er zelf op dat ik dat ook uh, dacht van ja, inderdaad, ja, zijn ze dan niet wat kwetsbaarder, want ze krijgen dan toch te maken met misschien soortgelijke uh, uh, klachten en problemen die ze dan bij anderen zien. Triggert dat dan niet iets? Maar tegelijkertijd denk ik van ja, uh, wat jij ook zegt, Robin, van ja, we hebben allemaal wel een bepaalde achtergrond. We maken allemaal wel wat mee. En als jij dit zo hoort, uh, Sumaya. Wat denk je dan? Ik snap dat, er, dat, dat het spannend is om ja. het in te zetten. En vooral als je er dus geen kennis over hebt van wat doet een ervaringsdeskundige nou eigenlijk precies. Ja. Want ik denk dat er heel vaak gedacht wordt dat uh, wij met ons eigen verhaal naar een cliënt toestappen. Dat gaan vertellen en zo met elkaar uh, in gesprek gaan. Terwijl dat dat niet het geval is. En juist onze ervaring hebben omgezet in kennis. Ja. Omdat je er zelf bent geweest. Maar je hebt er wel van geleerd en je bent verder gegaan. En ja, um, ja je, wilt, je wilt ook dat iemand komt waar jij uiteindelijk komt. Ik heb het gevoel dat um, de professionals vaak denken: wat ik ga inzetten, is de shit die ik heb meegemaakt. Ja. Mm -hmm. Terwijl, wat ik ga inzetten, is wat ik heb geleerd. En hoe ik ben gekomen waar ik nu ben. En dat is eigenlijk juist, denk ik, het stukje wat we, wat we als ervaringsdeskundige kunnen ja. bieden. En wat je dus ook eerder sterker maakt om daar veel over te praten... en veel het veel over te hebben dan dat het je extra kwetsbaar maakt. Is terugval een term die kleeft aan het zijn van een ervaringsdeskundige? Ja, ja heel erg. En hoe komen we ja. daar dan ja. 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 Nou, door je bewust te zijn, denk ik... van het feit dat iedereen iets kan overkomen... waardoor je uitvalt en nou, daar en leer je en van. En ik denk dat als ervaringsdeskundige... wordt het je bijna een soort van kwalijk genomen... doordat je dat beroep uitoefent. Het ligt natuurlijk veel meer op de voorgrond. Ja. Wat je doet... Dat Iedereen weet van jullie. Soms zeg ik Ja, maar zij hebben van alles meegemaakt. Dus dan wordt daar eerder inderdaad aan gedacht dat het een terugval is. Dat is dan het meest makkelijk of zo. Je moet dus zowel als professional en als ervaringsdeskundige... eigenlijk je eigen grenzen bewaken. Ja. Um, hoe doe je dat als ervaringsdeskundige? En is, is dat anders dan hoe een professional dat moet doen? Ik denk dat het hetzelfde is. Ik denk alleen... Dat je als je ervaringsdeskundige bent, ben je sowieso in een kwetsbare situatie geweest en heb je geleerd um, hoe je daaruit moet komen en wat dus ook je valkuilen zijn. En is dat iets wat je als ervaringsdeskundige eerder mag, zeg ik even, dan als professional? Nee, ik vind dat, dat nee. je dat allebei zou moeten mogen. <laughs> Alleen je moet als professional en als ervaringsdeskundige wel de ruimte voelen binnen je team om ook eerlijk te zijn over die grenzen. Jullie stonden er ja. ook allebei meteen met een nee in. Dus, uh... Nee, ik vind het juist zo sterk. En ik vind juist, uh, een soort van je professionaliteit is juist dat je ook kwetsbaar durft te zijn en kan zijn. En ook kan benoemen wanneer het niet gaat. Hmm. Ik bedoel, er zijn genoeg onderzoeken die laten zien dat na genoeg psychologen, uh, pedagogen, psychiaters, allemaal zelf ook een, ja, een belast verleden hebben. Iets hebben meegemaakt, ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. En juist, ik denk dat het juist zo sterk is. En ik denk dat we dat nog te weinig doen. Want ja, professional, ja, nee, je ja, moet het allemaal goed doen. En uh, we, zijn, we worden allemaal zo. Dat beeld van, ja, je mag niet uh, zwak zijn, je mag niks mis zijn. Je moet het weten. Je moet het weten, inderdaad. Um, denk ik, ja, dat zou juist, juist meer mogen. Nou, kijk, ik snap echt wel dat je niet aan al je cliënt gaat vertellen waar je woont en met wie je bent getrouwd en zo. Tuurlijk. Dat, maar dat vind ik professionele afstand eigenlijk houden. Oh, tot, ja. tot iemand terwijl ik vind dat je best kunt zeggen van oh, ik had vannacht slecht geslapen of het onweer zo hard, ja. ik werd er wakker nee, van. Ja. Of, weet je, want, want dat maakt jou een mens. En dat maakt ook dat de jongeren kan zien van dat is iemand met de normale dingen. Want als je als jongere op een groep opgroeit of, of veel met jeugdzorg in aanraking bent of met GGZ-problematiek, dan denk je al die mensen zijn normaal en ik niet. Dat vind ik wel moeilijk. Um, Wat vind je dan moeilijk? Het gesprek over je eigen ervaringen in een team. Want dat is eigenlijk iets heel, dat, nou ja, bij ons in ieder geval is dat nu iets nieuws, maar ik, bij heel veel anderen zie ik het ook van, hoe, hoe, breng ik, hoe ga je daarmee om? En dan komt het echt ook naar voren, we zijn dus niet ingeschold. Mm -hmm. Ga ik een hele hebben en hou er neerzetten, en niet weten waar het naartoe gaat? Hoe ga je dan praten over je kwetsbaarheden? Ja. Dat, is, dat is super moeilijk. Ja. Ik heb niet op mijn uh, HBO geleerd van hoe praat je over wat jij in het verleden meegemaakt. Ja. Wat mij betreft kan iedereen nabijheid zoeken met zijn cliënt of met, of met een jongere of met je collega's. Alleen je moet um, weten wat. Zinvol is in het delen van je eigen kwetsbaarheden en, en wat. En wie kan te veel een professional is. daarin begeleiden? Want jullie, ik zeg even jullie, maar uh, worden daarin ja. getraind. Um, ja. hoe, hoe kan een professional daarin geholpen worden dan? Nou, door ons. Door jullie. Ja, nee, ik. Ja, ik het nou, maar oprecht, denk ik, als je een ervaringsdeskundige in je team hebt, is dat wel iemand met wie je zou kunnen beginnen met: oké, okay, we gaan met ons team eens kijken van, hé, hey, hoe praten we hier nou met elkaar? Of nog zonder dat je dat als, als uh, in behandelingen of in contact met je cliënten in gaat zetten, maar dat je in eerste instantie eens kijkt van: ja, hoe, hoe weet ik nou of ik zelf. Want dat hoor ik ook vaak. Dus ja, ik weet niet of ik wel echt dingen heb meegemaakt. Dan denk ik: iedereen maakt dingen mee, dus um, het hoeft niet. Ja. Mega traumatiserend te zijn om iets in te kunnen zetten. En durf jij kwetsbaar te zijn? Gaat u mee? Ja. We vragen heel veel van de jongeren, en kinderen en gezinnen die we begeleiden. Eigenlijk moet bijna alles van ze weten. Dus ik vind het dan persoonlijk heel raar om dan ook niet. Wat van jezelf bloot te geven. Van wie is nou die persoon die achter ja. deze hulpverlener zit? Wie ja. ben jij nou? Ja, en, en ik, ik zie wel binnen onze organisatie dat we steeds meer ook uh, bijeenkomsten hebben over: heb je zelf vroeger een stoornis ja. gehad? Of ik het woord stoornis uh, stop, maar om even te duiden: hé, hey, ja. heb jij nou zelf dingen meegemaakt? En. Uh, kun je daarover praten of is dat iets? Dus dat is wel een onderwerp wat we eigenlijk nu bespreken, Merk, zie ik wel dat dat steeds meer. En misschien komt dat door hey, eigenlijk de opkomst van ervaringsdeskundigheid, dat dat steeds meer is van ja, en wat doe je daar dan als professional mee? Ja. Kun je dat bespreken? Mag je dat bespreken? Ja. En hoe zou jij vinden dat professionals moeten omgaan met eventuele kwetsbaarheden van ervaringsdeskundigen? Praat erover. Ja, dat is eigenlijk het om. enige, als iemand denkt van oh, zij zou. Wellicht een terugval kunnen hebben. Kom naar me toe, praat er met me over. Vraag, um, vraag waar mijn kwetsbaarheden eventueel liggen. Ga gewoon in gesprek met elkaar. Ik denk dat dat belangrijk is. Sumaya, Robin, Fatima, Dino, hartelijk dank voor dit gesprek. Hopelijk heb jij als kijker ook tips en inspiratie opgehaald uit het gesprek over dit belangrijke onderwerp. Heb je nog tips of ervaringen die je wilt delen, doe dat hieronder in de reacties. En ben je op zoek naar meer informatie over het samenwerken met ervaringsdeskundigen? Kijk dan op nji.nl slash ervaringskennis. In de volgende video gaat het over wat wel en niet werkt als je ervaringskennis inzet. Tot dan!